In 2015 ben ik begonnen in Gameren met 3,2 hectare. Inmiddels hebben we deze nieuwe tuin gerealiseerd. 6 hectare chrysanten met verschillende varianten. We zijn natuurlijk bezig met een omschakeling van de Santé-lamp naar de LED-lamp. Dat geeft veel uitdagingen, waaronder ook de vochtproblemen. En ik denk dat de luchtbehandelingskast daar een goede oplossing voor zijn. Ja, de luchtbehandelingskasten die mengen lucht van in de kas en buiten de kas. Daarbij zit nog een warmteblok in die die lucht zoals jij hem wil hebben, zo kan die maken zeg maar. Met deze luchtbehandelingskasten kun je je RV goed regelen en je kan hem sturen. Normaal gesproken zou je daar een extra buis voor in moeten zetten. En nu kun je met minder energie hetzelfde resultaat behalen. Ja, er zijn verschillende manieren om te ontvochtigen. En ik denk dat dit het beste is. Omdat je hier gewoon de meeste mogelijkheden hebt om lucht uit te wisselen. En daarnaast is het ook met de slurven dat je gewoon een optimale verdeling hebt in je kas. Ja, wat we nu al merken is dat we gewoon al minder last hebben van het slechte blad. Dat is in de winter met LED-verlichting altijd een uitdaging. En dat is al heel positief.